Jongens, schiet op! Schiet op, we moeten de trein halen naar de Efteling, anders missen we de trein. Oh. Schel, rennen. Ik heb mijn kaartje mee en mijn zaklamp mee en ik heb alles mee, behalve mijn snacks. Hebben jullie wat snacks mee? Ja, ik heb snoep mee. Heb jij wel snackies mee, Vinnie? Ik heb koekjes. Oké, dit is echt perfect. We moeten wel genoeg snackies hebben. Jongens, de trein staat er nog. Schiet op! Snel, rennen. Jongens, de trein rijdt niet meer. De trein rijdt niet meer. Meneer, waarom niet meer? De trein is kapot, helaas. Morgen weer. Dit meen je niet. Jongens, hoe gaan we nu naar de Efteling komen? Oh, ik heb dit op het nieuws gezien. Dat is omdat jullie een duif hadden aangereden. Ja, die irritante duif op het spoor. Die duif had helemaal niks meer staan. Oké, die arme duif. Hoe gaan we nu naar de Efteling komen? Dit meen je niet. Waarom bliksemt het opeens? Wat is dit? Wie ben jij? Ik ben de tovenaar en ik kan ervoor zorgen dat jullie alsnog in de achtbaan kunnen. Wacht eens even. Dat is perfect. Jij kan ervoor zorgen dat wij in de achtbaan kunnen? Hoe ga je dat doen dan? Jullie moeten zelf een achtbaan bouwen. Zelf? Dat kan ik helemaal niet. Ik heb kleine handjes. Hoe gaan we nou weer zelf een achtbaan bouwen? Dat is moeilijk. Jongens? Zitten jullie ook in creative? Ik kan vliegen! Dit is perfect! Jullie kunnen voor 15 minuten in creative. En dan kan je zelf de mooiste achtbaan bouwen die er is. Oké, jongens. We hebben 15 minuten de tijd om een achtbaan te bouwen. Ik heb echt een perfect idee. Laten we alle drie gewoon een achtbaan in ons huis bouwen. Dan kunnen we gewoon voor altijd in de achtbaan. Dat is echt perfect. En ons huis? Ik moet vragen aan mijn huiskip dan. Nee, Alex. Nee. Oké, we doen het gewoon stiekem. We gaan het stiekem doen. Ik heb een leuke idee. Degene met de mooiste achtbaan die wint. Ik vertel het tegen mijn huiskip. Nee, is goed. Achtbaan maken door mijn huis. Het gaat natuurlijk helemaal goed komen. Deze OV-chipkaart hebben we niet benodigd. De snackjes leg ik ook even terug in de la. En waar ga ik beginnen? We hebben dus sowieso rails nodig. En ik denk dat het begin van de achtbaan hier gaat zijn. Kijk, zo. En dan maak ik meteen hier een bochtje. En dan kan ik via hier meteen mijn huis in. Dit is perfect. Oh, dit gaat zo vet worden. Ik ga sowieso de mooiste achtbaan maken voor iedereen. Oké, ik moet dus een achtbaan gaan bouwen door mijn huis heen. Dit heb ik nog nooit gedaan. Oké, laten we eens kijken. Het moet dus door ons huis heen. Dus laten we beginnen met de ramen te slopen. Dan gaan we hier mooi een lekker achtbaantje doorheen bouwen. Maar daar hebben we wel een paar dingetjes voor nodig. Dus laten we even kijken wat we daarvoor nodig hebben. We hebben sowieso rails nodig. Want anders dan kunnen we natuurlijk niet vooruitkomen met de trein. Met de trein? Ik bedoel, met de achtbaan. Dus zo, dan pakken we powered rails. We hebben ook redstone nodig. Oh mijn god, mensen. Ik ben echt slecht in het gebruiken van redstone. Zijn jullie daar goed in? Ik namelijk echt niet. Misschien ook redstone blocks. Ik heb geen idee, mensen. Ik ben echt een noob. Ik ben echt een hele grote bouwnoob. Ik kan echt totaal niet bouwen. Dus waarschijnlijk ga ik de lelijkste achtbaan maken. Ik ga de allerbeste achtbaan maken, ja? Ja. Ik ga de beste achtbaan maken. Deze achtbaan wordt geweldig. En veel beter dan de rest van hun achtbanen. Ik weet namelijk als geen ander hoe ik een achtbaan maak. We hebben alleen wel eerst wat ruimte nodig. Dit wordt de perfecte ingang naar het huis. En het begin van de achtbaan. Wat nou, al maken we hier zo een soort station. Waardoor we kunnen instappen en uitstappen uit de achtbaan. Want dat is wel zo handig. Ik maak er ook een soort grote deur van, zoals je kan zien. Deze bosjes mogen dan weg, want we hebben wel wat meer ruimte nodig. Of ik maak de deur juist naar deze kant. Zodat we de achtbaan zelf in het huis zetten. Dat is veel cooler. Dat is een geweldig idee. Alex, je bent een genie. Weet ik, bedoel ik. Laten we hier dan nog wat trappetjes zo maken. Zodat je hier mooi naar binnen kan lopen. En laten we dan maar beginnen met een beetje. Mega achtbaan. Hier komt namelijk zo meteen het allereerste stuk van de rails te liggen. En dit is natuurlijk mijn deur naar buiten. Die gaan we ook gebruiken voor de achtbaan. Deze achtbaan gaat namelijk hier zo om mijn huis heen. Zodat hij hier buiten naar boven kan een klein beetje. Door de bosjes. Oh, dit wordt geweldig. En dan moet ik hier denk ik meteen omhoog. Want een achtbaan gaat natuurlijk altijd omhoog. En daarna maakt hij meteen een hele steile daling. Maar waar ga ik de daling maken? Laat ik hier een bochtje maken. Dan gaan we hier weer omhoog. Ik sloop alleen wel mijn hele huis ervoor, dus dat is wat minder leuk. En dan gaan we hier gewoon keihard naar beneden. Dit gaat echt de mooiste achtbaan ooit worden. Sowieso mooier dan die van Alex en mooier dan die van Vinnie.
Misschien is het wel handig als ik ook even wat power drills ertussen doe af en toe. Want de achtbaan moet natuurlijk wel ook kunnen rijden. Kijk, en dan doen we hier ook power drills. En dan dat redstone doe ik later wel. En hier gaan we keihard naar beneden. Dit is niet zo slim. Wacht, we gaan even... Hoe ga ik dit doen? We gaan via de boom. We gaan gewoon een stukje de boom in. Dat is leuk. Kijk, dan gaan we op deze manier naar beneden. Dan komt hier een bocht. En dit is perfect. Hier doen we weer power drills. Dan gaan we eventjes hierheen. En dan maken we in één keer weer een bocht terug. En dan gaan we over het hele terras. En dan, oh, hoe vet is het als we hier weer naar beneden gaan. En dan gaan we gewoon door het water. En dan gaan we hier weer omhoog. Dat is perfect. En, oh nee. Alex is ook echt een hele mooie achtbaan aan het maken. Nou, meiden gaan sowieso mooier worden. Oké, laten we beginnen met de rails. Hier zo mooi. Dat kan niet. We moeten even een blokje pakken. Wat is een mooi blokje om overheen te bouwen? Gewoon lekker dit oranje. Ja, dat is mooi. Doen we zo. Doen we een mooi railtje zo eroverheen. Hoe doen we dit? Ik wil hem hier omhoog. Kan dat? Hoe krijg ik dit hier zo omhoog? Kan dat niet? Ik weet niet hoe dat werkt. Dit werkt niet. Wacht. Hoe ga ik dit regelen? Ik ben echt zo'n bouwnoep. Kan dit? Ja, ja, oké. Dit kan. Top. Dan doen we dit even weg. Anders gaat hij de verkeerde kant op. Zo. Kijk hoe mooi. Ik ben zo'n bouwnoep. Reageer even dat ik de allerbeste bouwer ooit ben, ja. Voor mijn zelfvertrouwen te boosten. Hier moet wat powered komen misschien. Powered rails. En plaatsen we hiernaast op dit mooie blok zo. Een redstone torch en dan gaat het aan. Maar we hebben ook een minecart nodig natuurlijk. Want dan moeten we ook even kunnen testen natuurlijk. Minecart. Oké, daar gaan we mensen. Onze eerste testrit. Let's go. Oh mijn god, ik kom het niet eens omhoog. Het werkt niet. Oh mijn god, dat ga ik niet menen. Natuurlijk moet de achtbaan wel super stevig zijn. Daarom dat ik hem hier nog een klein beetje ga versterken. Door wat van deze hekjes eronder te zetten. En zodat mensen niet zomaar onder mijn achtbaan doorgaan. Lopen, alsjeblieft. Dat is namelijk niet de bedoeling van deze achtbaan, oké? Hier moet hij eigenlijk gewoon echt super erg de lucht ingaan. Zodat je super veel mooi uitzicht hebt hier op de hele stad. Vervolgens komt hier natuurlijk ook nog een extra paal te staan. Deze paal die gaat de achtbaan een beetje de lucht inhouden. En oh, dit ziet er zo gaaf uit. Zo over de auto die ik hier op de oprit heb geparkeerd. Deze achtbaan wordt zoveel vetter dan die van Jesse en van Finny bij elkaar. Hier gaat hij dan namelijk uiteindelijk alweer naar beneden. En hij moet dan uiteindelijk ook echt recht mijn huis ingaan. Dus laten we dit dak maar een klein beetje openmaken. En laten we hier maar alvast wat... Wat is Jesse nou weer aan het doen? Hij is gelijk de rails aan het maken, maar hij weet helemaal niet hoe het werkt. Wat een loser. Ik weet niet eens hoe hij een bocht moet maken van een echte achtbaan. Ik ga dit zo makkelijk winnen. Mijn achtbaan die gaat namelijk hier een nieuwe bocht maken. Een kleine bocht. Want ik wil dat hij hier naar binnen gaat rijden zometeen. En hij gaat dan recht mijn gamekamer in. Dit is zo cool. Zo recht door het raam hier. En hij moet er bij dit raam uiteindelijk ook weer uitkomen natuurlijk. Oh, dus is het geen goede achtbaan. Zo, hup, recht er doorheen. Over de bank. Mooie bocht door het huis. Hier weer naar buiten. Oké, laat ik eerst maar weer dit gedeelte maken. Waarin we naar beneden gaan. En dan hier een grote bocht. En dan gaan we hier keihard weer omhoog. Natuurlijk ook even de rails neerleggen. Dat is ook wel even handig om te doen. Hier doen we weer powered rails. Dan gaan we namelijk weer super snel. En hier doen we de rest van de rails. En dan gaan we weer omhoog. Kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Ik heb gewoon straks mijn eigen achtbaan in mijn huiskamer. Oké, ik zit alleen te denken, hè. We moeten meteen weer omhoog. Want anders is het echt een hele saaie achtbaan. En ik wil geen saaie achtbaan. Ik wil echt een hele mooie achtbaan hebben. Dus als we hier weer keihard omhoog gaan, dan maken we hier weer een bocht. En dan wil ik eigenlijk gewoon hier mijn kamer weer in. Door mijn gaming setup. Dit is zo vet. Natuurlijk moet ik de rails weer niet vergeten. Want anders doet de achtbaan het niet. Wacht, ik heb een aanloopje nodig. Ik moet een iets langere aanloop maken. Zo. Ik moet hier ook een opstapje maken. En hier een paal met een bordje. Ik wil een bordje erop. Welkom bij de vetste achtbaan. Let's go. Oké, laten we even snel testen. Ja, ja, oké. Dit gaat al wat beter. Ja, dit is cool. Het door mijn huis. Ik wil hem eigenlijk omhoog hebben. We gaan mijn huis gewoon helemaal slopen. Want ja, het boeit me helemaal niks meer. Al slaap ik in het bos. Zolang ik maar de vetste achtbaan heb, ben ik blij. Trouwens, in het bos slapen. Is niet heel fijn. Daar is het zo koud. Oh no, het is zo koud buiten. Oké, ik wil hem hier omhoog hebben. Oh, dit hakken we gewoon even weg. Het huis boeit mij helemaal niks. Zo, dit gaan we even iets omhoog. Ik kom niet meer langs. Ik moet eventjes via hier. Zo, kijk hoe vet hij nu al eruit ziet. Zo mooi oranje. Oranje is toch zo'n mooie kleur, mensen. Reageer even jullie favoriete kleur in de reacties. En als jullie oranje zeggen, dan like ik de reactie. Dus reageer oranje. En hij moet natuurlijk ook weer aangesloten worden bij dit punt hiernaast. Hij moet eigenlijk door de voordeur ook kunnen gaan. Dus wat nou laat ik mijn achtbaan
hier nog een keer over het dak gaan lopen. Op deze manier. Waardoor hij hier nog net een stukje hoger gaat dan dat hij net ging. Hier wil ik hem namelijk zo meteen naar beneden laten lopen op deze manier. Zodat je hier echt super, super, super snel gaat. Klein beetje over de straat ook, maar ik vind dat dat mag. Je moet namelijk nog een bocht inkomen, zodat je er niet uitvliegt. En hier zo gaat de achtbaan dan natuurlijk weer richting mijn voordeur. Daar moet hij namelijk weer recht naar binnen gaan. Klein bochtje zo maken, bochtje zo en hier omhoog. Oké, en nu we binnen zijn, is het denk ik wel heel erg leuk als we dan hier weer naar beneden gaan. Zo, doen we weer even power drills, hier een bochtje maken. En dan gaan we denk ik door, door dat raam, daar gaan we weer naar buiten. En dan als we buiten zijn, moeten we natuurlijk ook weer keihard naar beneden. En het enige wat ik dan nog moet doen, is gewoon dat we weer terugkomen bij het begin. Dit is perfect, deze boom moet even weg. Kijk, zo. Natuurlijk wil even wat power drills neerleggen. Is misschien wel handig om te doen, anders doet de achtbaan het namelijk niet. En dan is mijn achtbaan klaar. Of nou ja, nog niet helemaal. Oké, we gaan hier mooi omhoog. Zo, in mijn slaapkamer zijn we gewoon beland. Oké, mijn bed moet wel blijven staan natuurlijk. Oké, maar dan gaan we verder met het achtbaantje. Zo, mooi omhoog. Oké, dan gaat hij zo. Oké, dat is cool. Doen we hier een snelle powered rail? Kunnen we hier een torch zetten? Nee, dan werkt het niet. Dan moeten we het iets lager zetten. Dan moet het hier. Dan krijgen we een snelle powered rail tussendoor. Dan gaan we woep. Oké, nu gaan we lekker door mijn slaapkamer een heel rondje maken. Dat vind ik wel heel leuk. Dan gaan we lekker zo. Dit moet allemaal gewoon weg. Ik sloop mijn hele huis, mensen. Dat boeit me niks. Ik wil de beste achtbaan ooit. Dan doen we hier nog een paar mooie powered rails. Zo. Dan plaatsen we hier een fakkeltje neer. En dan gaan we hier zo een rondje maken. Zo heel mooi. En dan gaan we... Oh, dit... Oh, ik sloop mijn huis. Wacht, ik moet even... Ik plaats je blokje gewoon. Het boeit me niet. Oké, dan doen we dit. En dan gaan we een rondje maken. Zo, woep, woep, woep. Zo, dan ga je langs mijn bed. Dan kan je gewoon... Als ik slaap, kan je gewoon in de achtbaan. Dat is heel gezellig. Tijd om de rails aan te leggen en om hem wat steviger te maken. Want dit is echt lang niet stevig genoeg, zie ik nu. We hebben natuurlijk ook wat plekken nodig waar normale rails komt en waar de powered rails gaat komen. Nou wil ik toevallig hier zo een klein stukje met powered rails gaan maken. Dit wordt namelijk het begin van de achtbaan. En die moet je dus aan en uit kunnen zetten met een knop hier zo, zodat je die kant op gaat. En hier aan de zijkant kunnen we dan hendels neerzetten, zodat we daarmee echt super mooi alles een beetje kunnen wegwerken. Dit moet ook nog weg, zo. En hier moet u omhoog klimmen. En de achtbaan moet natuurlijk hierboven een klein beetje snel gaan, maar niet te snel, want hier komt hier een hele grote afgang aan. Hier ga je namelijk super snel naar beneden! Je moet dan nog een stukje gaan waar je weer wat sneller gaat. Hier komen dan heel veel bochten te staan met een klein stukje powered rails. Ik kan niet wachten om deze achtbaan strakjes uit te testen. Hier moet hij namelijk weer omhoog gaan klimmen strakjes. Daarom zetten we hier net wat meer powered rails neer. Zodat hij echt heel snel omhoog gaat. Hij moet het wel redden natuurlijk. En hier zo gaan we hem dan ook net wat sneller maken. Zodat je genoeg kracht hebt om hier weer naar beneden te gaan met de achtbaan. Dit is zo cool. Ik kan natuurlijk even spieken bij Alex. En hij heeft echt iets heel moois gedaan. Dat moet ik ook doen. En wat heeft Vinny gedaan? Ik zie bij Vinny niet deze achtbaan. Vinny is niet heel goed te bouwen. Is misschien een beetje zielig. Reageer even in de reactie. Succes Vinny als je wilt dat hij wel beter wordt in bouwen. Oké, kijk. Ik ga gewoon zelf als Alex. Ga ik hier onder andere van die fences doen. Cool. Dan ziet de achtbaan er natuurlijk ook meteen een stukje mooier uit. Kijk eens aan. Dit is echt veel mooier dan hoe het er eerst uitzag. Hier bij het water doen we het ook een beetje. Anders hebben we een zwevende achtbaan. Dat ziet er ook zo gek uit. Hier doen we weer hetzelfde. Zo. En dan is bij deze mijn achtbaan officieel geopend. Ik moet hem wel nog even testen. Maar dat ga ik met Alex en Vinny doen. We hebben hier nog een hele ruimte waar we iets kunnen bouwen. Dus laten we dat gewoon doen. Ik ga gewoon lekker door mijn hele huis heen met de achtbaan. Dat is zo leuk, mensen. Dat is zo leuk. Oké, doen we zo. Bap, bap. Ik wil nu de hoogte in. Want dat lijkt me ook best wel gaaf. Ik wil dit even kapot, want dat boeit me niet. Mijn huis boeit me helemaal niks, mensen. Ik wil de beste achtbaan ooit bouwen. De beste achtbaan. Wat zeg ik nou? Oké, laten we verder bouwen. Dit moet weer even een powerdrailtje worden. Zo. En dan gaan we hier weer mooi omhoog. We hebben wel genoeg vaart nodig. Anders komen we de berg niet op natuurlijk. Dus we moeten eigenlijk hier weer stoppen. Anders gaan we het gewoon niet halen. Dus dan doen we hier weer even een powerdrailtje tussendoor. Zo. Oh, dit is zo gaaf, mensen. Ik wil eigenlijk nog hier een beetje omhoog. En dan door deze ruit weer naar buiten. Dat lijkt me wel heel gaaf. Dat lijkt me zo gaaf, mensen. Ja, dit is gaaf, mensen. Ik weet het zeker dat ik dit ga winnen. Deze bouwwedstrijd zit in de broekzak bij mij. Ik ga het winnen. Ik ga het sowieso winnen, mensen. Ik ben zo'n goede bouwer. Dat is niet normaal. En hier gaat hij dan langzamerhand de bocht om. Met misschien nog een extra lever daar. En nog een bocht daar weer omhoog. Tijd om hem uit te testen. Ik zet mijn minecart gewoon hier neer. Dan kan ik op de knop drukken. Oké, daar gaan we dan. Oh nee. Oh nee. Hier naar boven. Dit werkt zo goed.
Ik heb mijn rugzak nog om trouwens. Oh nee, daar zitten misschien nog snoepjes in. Oh nee, ik had geen snoepjes mee. Oh, door mijn kamer en weer naar buiten. Hier naar boven. Het werkt allemaal perfect. Hier naar beneden. Dit is de beste achtbaan ooit. En stopt hij weer op tijd? Ja. Denk alleen wel dat dit nog een tikkeltje anders moet. Je moet een normaal stukje rails. En dan is die helemaal klaar. En ik ben trouwens het allerbelangrijkste vergeten. De achtbaan moet het natuurlijk wel doen. Dus we moeten hem ook nog even poweren. En dat doen we door middel van Redstone Tour. Oh, als ik dit was vergeten, deed mijn hele achtbaan het niet. Dat was zo dom geweest. Oh, oké. Okay. Laat ik dit maar even doen. En dan is mijn hele achtbaan officieel klaar. Zo, hier beneden nog even wat redstone. Hier natuurlijk ook. En dan is nu mijn achtbaan echt klaar. Dan gaan we weer lekker door het raampje. En wat zijn Alex en Jessie aan het bouwen? Dit is zo ziek. Oh mijn god, dit wordt echt een hele spannende bouwwedstrijd. Ik hoop echt dat ik ga winnen. Om de bouwwedstrijd te winnen ga ik iets heel vets doen. Ik heb een ideetje. Ik heb een briljant idee zelfs. Ja, dit is vet. Ik heb een idee. Ik heb zo'n goed idee, mensen. Ik wil dat ik naar beneden spring met de achtbaan. Dat ik gewoon hier beneden ga verder bouwen. En dat ik zeg maar hier gewoon een jump maak op de grond. Dat lijkt me zo super vet. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik denk hier wat rails op de grond plaatsen. Zodat we zeker gewoon beneden terechtkomen. Ja, dat lijkt me zo vet wat ik nu als idee heb. Dit is echt een briljant idee, mensen. Ja. Oké, dan doen we hier weer even een power rail. Oh, dit is zo'n mooie achtbaan. Ik zeg het jullie, mensen. Ik ga dit winnen. 100%. Ik ga dit sowieso winnen. Want ik ben de beste bouwer ooit. Ja, misschien overdrijf ik een beetje. Maar ja, de tijd is bijna voorbij, dus we moeten dit snel afronden. Ik ga snel terug naar het begin, want ik heb nog maar 1 minuut en dan is de tijd voorbij. Dus ik moet snel dit gaan bouwen, mensen. Ik moet het zo snel mogelijk gaan doen. Zo, hier even wat dingetjes plaatsen. Oh mijn god. Oh. Ik moet snel bouwen. Ik heb nog maar 50 seconden. Ta-ta-ta. Snel bouwen, snel bouwen. De tijd is bijna voorbij. Zo, zo. En dan gaan we naar het begin, ja? Langs mijn huis. Ta-ta-ta-ta. Ja, zo. En dan gaan we hier omhoog. Dit is perfect, mensen. Dit is geweldig. En dan gaan we weer in een rondje. Maar oké, dan is mijn achtbaan gewoon helemaal af. En dan gaan we maar eens kijken wat de anderen hebben gemaakt. Jongens, de creative modus is bij mij uitgeschakeld. Ik weet niet, is die er nog in creative of niet? Even kijken. Oké, de 15 minuten zijn voorbij. Jullie hebben echt hele mooie achtbaren gemaakt. Alex, ik vind het voor jou echt heel erg mooi. Zullen we het testen? Oh, ik heb er echt zin in. Ja. Is goed. Oké, eerst die van Finny. Finny, ja, leid je maar rond. Ja, kom. Hier is het begin van mijn achtbaan. Oftewel, de vetste... Hey! Let's go! Dit is het bordje bij het begin. Ik ben de vetste achtbaan. Let's go! Yeah. Ik heb geen zin om te lezen. Ik wil gewoon de achtbaan in. Ik heb zo lang gewacht. Ik wil eruit. Ik wil niet nog een rondje. Ik vond hem wel heel leuk. Ik vond hem wel een beetje eng. Ja? Vond je hem niet? Hij heeft niet echt een handrem, inderdaad. Nee, je moet eruit springen op het laatste moment. Ik ben klaar. Springen, dat is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Ja, klopt. Welkom bij mijn supergave blauwe achtbaan. Waar je niet levend uitkomt. Oké, ik kom er wel even. Ik weet niet of ik dit durf. En de ingang, die is hier. Volg mij maar, jongens. Ja, ik volg jou. Ik weet niet of ik dit durf, Alex. Oh, wat vet. Een hele vette ingang gemaakt. Je kan hier zo meteen je minecart neerzetten. Ik zit. Je doet het verkeerd. Je moet hem hier op het schuine stuk zetten. Oh, sorry. Zo, ik hak hem even weg. Hier, hierop. Ik zet hem voor je neer. Kijk, als je hem hier zet. Ik zit. Als je op de knop drukt, dan ga je automatisch. Oké. Let's go. Ga ik wel de goede kant op? Ja. Oké. Oké, eerst rustig omhoog en let's go! Alex, ik ga door je game setup heen op dit moment. Dit is echt heel vet. Deze is vet, Alex. Oh, en weer naar beneden. Ik kom weer naar huis door. Oké, dat niet helemaal. Er zit wel een rem op, hè? Yep. Oké, deze was echt heel erg vet. Oh my god, deze was leuk. Oh. Laten we naar mijn achtbaan gaan, want mijn is ook heel erg vet. Mijn gaat ook door mijn huis heen. En ook door mijn game setup. Ik heb alleen geen remknopje. Dus we kunnen zo vaak als we willen. En ik ga... Let's go! Hierop? Ja, gewoon gaan. Ik heb geen idee wat het begin is. En... Jij hebt een rem blijkbaar. Ja, mijn is niet heel snel. Er zat een beetje een kleine rem op. Oké, kom op. Ik hoop dat hij het doet. Ik heb hem namelijk niet getest van tevoren, jongens. Misschien dat ik dat even moet doen. Nee, ik had het door inderdaad. Oh, ik ga voor je huis heen. Oh, je hebt hem echt niet getest van tevoren, hè? Jongens, mijn is kapot. Ik ga gewoon nog een keer in die van Alex. Die vind ik toch mooi. Ook. Dit was de video. Klik even hier of je een andere video te zien. Om twee zeker te missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1.